Hallo, ik ben René en dit is mijn review. Ik ben vandaag samen met... Mila. En hoeveel jaar ben jij, Mila? Ik ben 4 jaar. Vandaag gaan we het hebben over Dr. Panda en de trein. Kijk maar mee. Dr. Panda en de trein. Daar gaan we nu mee beginnen. Druk maar op start. Start. Zo, daar zitten we in de trein. Ja. Wat moet je dan doen, Mila? En nu moet je allemaal dingetjes drukken. Kijk maar zelf. Ja, we hebben verschillende achtergronden, hè? We rijden hier door de... Door de woestijn. Ja, zet hem even stil. Ja. Vertel me even, wat moet je dan doen hier aan de zijkant? Nu staat hij stil als je op groen... Nu staat hij op stil als je op groen bent. En als je op geel bent, dan gaat hij een beetje zachter dat je op de dingetjes kan drukken. Ja, want de omgeving kan bewegen als je er dan op drukt. En als je op oranje bent, dan ga je harder. Dan kan je niet op dingetjes drukken. Nee, want dan gaat hij heel snel. Kijk, en nu kan je op dingetjes doen. En nu druk ik op Dr. Panda. Ja, doe een beetje kolen in het vuur, hè? Ja. En je kan toeten. Dag, Dr. Panda. Zo, we zijn bij het station aangekomen. Ja. Wat moet je hier doen, Mila? Hier moet je kijken. Nu wil de poes en de appeldoos van mij hebben. Oh ja. En dan krijg ik er een weer in. Ja, en dan krijg je erbij en dan krijg je ook een beloning, hè? Dus je krijgt net zo'n telefoontjes. Die kan je dan uitdelen in de trein, of niet? Ja. Ja. Dit spelletje is bekrijgbaar voor Android, iPhone en iPad. Het spel is offline te spelen. Het is niet altijd gratis. Er zijn er heel veel in de serie. Deze kost €2,30, maar is wel een heel erg leuk spel. Ja. Doe maar even de kaartjes knippen, Mila. Oké. Okay. Lekker. Is het een moeilijk spelletje, Mila? Het is niet zo moeilijk, maar het is wel een beetje moeilijk voor baby'tjes. Ja, voor baby'tjes wel, hè? Want dit spelletje is eigenlijk ook weer voor kindertjes van 3 tot 5 jaar. Mm-hmm. En hier moet je op dingetjes drukken op de achtergrond. Ja, op de boompjes, hè? En nu zijn wij in de... Wat is het? In het bos? We rijden nu door het bos. Nu rijden we door het bos heen. Er zijn geen advertenties in het spel, omdat je het spel al gekocht hebt. Ik word blij van een duimpje omhoog. Een beetje kolen op het vuur. Ja. Zijn we al bijna bij het eindstation? Ja. A. B. Nee. C. De taal is wel Engels. De letters zeggen het in het Engels als je erop drukt. Maar dat geeft niet, want voor de rest wordt er niet in gesproken. Als het juiste poppetje uit de trein stapt, krijg je ook weer een beloning. Panda Station. Zoals je steeds ziet, kan je op de achtergrond knopjes drukken zodat de boompjes gaan bewegen. Wat ben je aan het doen, Mila? Nu ben ik aan het kaartje knippen. Goed zo. Vind je het een leuk spel? Ja, ik vind het wel leuk. Zou je het vaker willen spelen? Ja. Geef hem maar even een krantje. Oké. Okay. Ik ga slapen. Is een beetje moe? Ja. Nou, ik ga even op de iPad kijken. Ja. Oh. Laat de rest ook maar slapen. Ik ga ook slapen. Ja, de rest moet ook slapen. Ik ga ook slapen. Ik ga ook slapen, varken. Nou, we zijn bijna aan het einde gekomen van deze video. Vind je dit soort video's leuk? Kijk op het kanaal. Geef ons een duimpje omhoog. En alvast bedankt en tot de volgende keer. Doei! Doei! Zo, Mila, we zijn bij het laatste station aangekomen. Wat moeten we hier doen? Hier moeten we letters eruit.
uithalen. Oh ja, want die wil de letter A hebben. Wat krijg je dan? Beloning. En nu doe ik de haan erin. Ja? En nu doe ik de één letter eruit weer. Ja, de B eruit en de? 3 erin. Zo. Oké, tot ziens. Dit is het einde. Tot de volgende keer. Doei! Doei!